gaan deze PVC hemelwaterafvoer vervangen voor een zinkenbuis van Rijnzin. Hiervoor heb ik meegenomen de vergaarbak Mini met uitsparing, een van de 12 verschillende modellen van de Rijnzin vergaarbakkenserie. Om de afstand tussen de vergaarbak en de muur te overbruggen, maken we gebruik van twee bochten en een stukje buis ertussen. En daarmee kunnen we een zelfgebouwd sprongstuk creëren. Ik heb deze bevestigingsset meegenomen om de buis te monteren. Je plaatst deze ongeveer om de 1,5 meter en in dit geval heb ik er 2 nodig. Om een regenton te vullen hebben we twee opties. Een regentonklep voor het vullen van de ton van bovenaf of een gesloten systeem met een gardena aansluiting. Ik kies in dit geval voor een regentonklep. De regentonklep heeft een inwendige bladafscheider om te voorkomen dat er rioolverstopping gaat plaatsvinden. U kunt ook kiezen voor een losse bladafscheider, maar dat hebben we in dit geval niet nodig.